In de KB bewaren we 2 miljard digitale bestanden van onze digitale collectie. En er komen dagelijks duizenden bij. Ik ben Jeffrey van der Hoeven. Ik ben hoofd van de afdeling Digitale Duurzame Toegang. En ik zorg samen met mijn collega's er dagelijks voor dat wij onze digitale collectie veilig verwerken en bewaren voor nu en voor de toekomst. Quark Express. Ja. In mijn werk zorg ik er dagelijks voor dat wij onze digitale collectie goed verwerken en bewaren voor nu en voor het nageslacht. Deze digitale collectie is immens. Want de KB is vooral bekend van de fysieke collectie, boeken, kranten, tijdschriften die we bewaren, maar we hebben inmiddels ook een enorm grote digitale collectie opgebouwd. En deze collectie bestaat vooral uit gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften, maar daarnaast ook heel veel e-books en bijvoorbeeld zelfs websites. Maar dit werk is belangrijk omdat zonder goede vastlegging van ons digitale erfgoed er ook een digitaal zwart gat in ons collectief geheugen zou kunnen ontstaan. Het is dus belangrijk ook digitaal erfgoed goed te bewaren en ook wetenschappelijk digitaal materiaal goed te bewaren, zodat we daarop in de toekomst kunnen voortbouwen. Mijn ultieme doel is dat mensen over 100 jaar nog steeds zullen zeggen: wat hebben ze dat goed bewaard? En dat ze met die informatie en deze collectie ook nieuw onderzoek kunnen doen en nieuwe ontdekkingen kunnen laten plaatsvinden.